Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en mijn haar is een beetje vettig en lelijk. Maar goed, ik ga vandaag naar een vriendin van mij en die heeft een jacuzzi. Dus daar ga ik lekker de hele dag lekker chillen en in de zon liggen. En vanavond ga ik sporten weer. Dus dan kan ik nu wel mijn haar wassen, maar het wordt toch weer helemaal... Ik heb net een pakketje binnengekregen en die wil ik eventjes met jullie delen. Het is een pakketje van Chiquelle. En ik heb hier ook nog een pakketje van AliExpress. Die ga ik eerst wel even openmaken. Ik denk dat dit weer een kettingje is of iets. Want ik heb laatst heel veel sieraden gekocht op Ali. Omdat dat echt geen reet kost. Ik heb dit kettingje gekocht met een muntje. Ik zal ook wel eventjes mijn andere kettingen van AliExpress laten zien. Wacht. Oké, ik had ook nog deze besteld. Het is een choker met allemaal, ja, rondjes eraan. Dan had ik ook nog deze. Dit is een ketting met een vogeltje. En hier ben ik echt heel erg fan van. Deze vind ik gewoon echt heel erg leuk. Deze ketting met het hartje. Dus dat is echt super cute. En de kettingen op AliExpress die kosten echt niks. Echt tussen de 20 cent en een euro. Dus dat is echt heel chill. En dan gaan we nu even het pakketje van Chiquelle openmaken. Ik ben zelf namelijk ook zeer benieuwd wat erin zit. Oh ja, deze vond ik echt heel erg leuk. Een crop topje. En dan zit er hier, zeg maar, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, een strikje. Dan heb ik hier nog een blouse. Deze kan ik me nog wel herinneren. Valt wel heel groot, zie ik al. Lekker oversized. Maar ik vond hem echt heel erg tof. Super tof. Dan hebben we hier, ik denk dat dit een broek is, als ik het zo zie. Het is deze broek. Het is een zwarte broek en ik vond hem wel heel erg tof. Hij is een beetje, volgens mij is het een beetje een pantalon. Hij valt ook best wel kort, zie ik. Maar dat is voor mij geen probleem, want ik ben toch heel klein. Oh ja, en hier wat wijder uit. Ja, heel leuk. En dan alweer het laatste. En hier ben ik super blij mee, want dit vind ik altijd echt heel erg chill om te dragen als ik uitga. Of als ik gewoon iets netjes aan moet, dan is dit echt perfect. Het is een kanten doorschijnende blouse. Ja, dat vind ik gewoon echt perfect voor als ik een avondje uitga. Of gewoon inderdaad iets ga doen waar ik er netjes uit moet zien. Dan vind ik dit soort dingen altijd echt super leuk. Met een mooie broek eronder. Nou, en dat waren de items. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. Dan kan je ook even een kijkje nemen mocht je het leuk vinden. So, I'm ready. Dus ik ga nu lekker naar my friend. Ik ben good morning, het is vandaag dinsdag en het is op dit moment 12 uur en ik ga zo meteen even mijn vlog editen. Maar ik wilde jullie even laten zien wat ik gisteren nog heb gekocht, want ik ben gisteren dus nog geweest shoppen met Brit. Heb ik niet gefilmd, maar ik wilde nog even laten zien wat ik heb gekocht. Oké, dit rokje is het eerste item die ik had gekocht en deze heb ik gekocht bij Different in Zaandam. En dat is echt een superleuke winkel, zit volgens mij ook in Almere, denk ik. En deze was in de sale. Die was van 35 euro naar 17,50 gegaan. Dus dat is echt super chill. En ik ben er heel blij mee. Ik hou gewoon heel erg van rokjes. En ik vond deze zo leuk. I really like it. En dan het tweede wat ik heb gekocht komt van de Sting. En dat is deze super leuke panterblouse. Met allemaal heerlijke pantertjes erop. Ik vind dit gewoon zo leuk. Die was afgeprijsd van 40 euro naar 10 euro. Dus dat is echt heel erg chill. En je girl is nog niet uitgeshopt. Dat is echt ongelooflijk. Maar vanmiddag ga ik weer even naar Amsterdam. En dan ga ik naar de Primark. Want daar was ik gisteren dus ook. En vorige week ook. Maar ik bedacht me nu dus dat ik echt even bij de schoenenafdeling moet gaan kijken. Want er is natuurlijk wel sale. En ik wilde eigenlijk nog even kijken bij de schoenen. Want ik wilde misschien nog even wat nieuwe sandaaltjes scoren. Verder ga ik me echt inhouden. Want ik moet echt stoppen met kleding kopen. Ik ga denk ik morgen ook even mijn kledingkast opruimen. Want hij pijlt echt uit. Ik zal eventjes laten zien hoe mijn t-shirt, blouses, truien la er nu uitziet. Dit is dus de la. Met t-shirts, blouses, truien en whatever. Maar nu denk je, oh, maar dat valt toch nog wel mee? Nou, nee.
Want boven ligt mijn winterkleding. Dus dit is puur en alleen zomerkleding. Met ook een beetje winterkleding. Het kan gewoon niet meer. Pijlt gewoon uit. De helft draag ik niet. Ik moet gewoon echt weer even mijn kleding uitzoeken. Want dit is gewoon niet normaal. Nou, en nu ga ik heel eventjes mijn vlog editen. Dus ik kom zo weer bij jullie terug. Ja, dat is ook zo. Ja, dat merk je echt wel. We zijn even onderweg naar het strand. We gaan even lekker een dagje op het strand liggen. Dus dat is helemaal chill. We zijn in gesprek voorin, dus ik zal niet te lang vloggen. Zin in! Nou, we hebben lekker gegeten. Ik heb er weer precies niks van gefilmd. Daar heb je. Vond je het lekker, mam? Ja hoor. Wat een leuke achtergrond. Daar moet ik echt een foto maken. Zal ik dat doen? Ga zitten. Ben ik de enige die hier altijd last van heeft? Dat ik gewoon altijd alles op mijn bed gooi. En ik vervolgens geen zin heb om het op te ruimen. Dat is gewoon echt my life. Ik heb heerlijk gedanst deze avond. Dat had ik geloof ik helemaal niet verteld. Maar toen ik terugkwam van het strand, ben ik gelijk naar dansen gegaan. En het was mijn laatste lesje. Op deze dansschool. Of tenminste niet mijn laatste les op de dansschool. Maar wel van ballet en modern. En ik vind het echt heel jammer. Want ik heb zoveel geleerd bij modern en bij ballet. En nu, ja, ik krijg natuurlijk wel dans op mijn nieuwe school gewoon. Maar het is toch heel anders en een ander niveau. En andere lessen gewoon. Dus ik ga deze lessen wel echt heel erg missen. Het is nu 10 uur bijna. Maar ik heb heel veel zin om Sims te spelen. Maar mijn avonden die zijn altijd gewoon veel te kort. Want ik ben echt een avondmens. En ik voel gewoon nu dat ik weer pas om 2 uur ga slapen. Maar ik wil gewoon echt heel even Sims spelen. Daar heb ik echt zin in. Good morning. Ik heb zo meteen een afspraak in Amsterdam. Dus daar ga ik heen. En ja, dan als ik vanmiddag terug ben, ga ik denk ik even lekker in het zonnetje zitten. Of liggen of whatever. Of ik ga misschien even mijn kamer opruimen vanmiddag. Want dat is ook wel een beetje nodig. I'm back home. En nou, ik had dus vandaag een afspraakje bij een PR-bureau. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ik naar een PR-bureau ben geweest. En ik heb wat leuke dingetjes van hun meegekregen. Dus die wil ik heel eventjes aan jullie laten zien. Ik heb namelijk 5 items van Seafolly meegekregen, zodat ik daar leuke Instagram fotootjes mee kan maken. 1 item kan ik jullie nog niet laten zien, maar dat komt pas later in de collectie. Dus die gaan jullie rond die tijd vast wel op mijn Instagram terugzien. Maar de andere dingetjes kan ik wel laten zien. Ik heb deze superleuke rieten hoed meegekregen. En ik vind dit echt superleuk voor als ik naar het strand ga. En ja, hoe leuk is dit? Of als je op vakantie gaat. Echt super blij mee. Vind ik echt heel erg leuk. Dan heb ik natuurlijk ook een bikini meegekregen. Want Seafolly staat toch wel bekend om hun swimwear. En ik mocht er eentje uitkiezen. En ik heb er één gekozen. En daar ben ik echt super blij mee. Dit is het broekje. Het is gewoon een zwart broekje met witte strepen. En dit merk is echt super chill. De bikinis zitten heel erg fijn. Hele mooie kwaliteit. En ja, gewoon echt heel erg tof. En dan is dit het topje ook heel erg leuk. En de achterkant is gewoon zo. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan het laatste item die ik aan jullie wil laten zien is deze sporttop. En dat is natuurlijk ook heel erg chill. Dat kan ik altijd gebruiken. Dus ja, dit is alles wat ik heb gekregen. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ja. I'm so freaking happy, want ik ben weer bezig met video's maken. Gewoon weer zondag video's. Ik weet niet, het is nu zomer en ik ga de hele zomer niet op vakantie. Dus ik heb zoiets van, ja, hallo, ik wil gewoon weer even leuke video's voor jullie uploaden. Dus dat gaat er aankomen. Ik heb er nu al 2 klaarstaan. Dus jullie kunnen nu al 2 zondagen een nieuwe video verwachten. Eentje staat er dus nu al online. Ik ben echt super excited om weer gewoon wat video's te maken. Want ja, ik heb dat gewoon echt intens lang niet gedaan. Ik heb eigenlijk de afgelopen tijd bijna alleen maar weekvlogs geüpload. Wat ik ook heel erg leuk vind. En ik weet dat jullie dat ook heel erg leuk vinden. Maar ik mis het toch ook wel om gewoon normale video's te maken. Dus ja, dat ga ik deze zomer lekker doen. Oké, na een hele ochtend struggelen van wat zou ik vandaag eens gaan doen, heb ik besloten om vandaag mijn kledingkast op te ruimen. La nummer 1 is done en ik heb weer ruimte. Halleluja. Nu lijkt het alsof ik heel veel heb weggedaan, maar hier, dit gaat allemaal naar boven. Ik ben echt Rudolf de Red-Nosed Reindeer right now door al het genies. Maar goed, ik ben klaar met mijn kast opruimen. Dus ik zal even nog mijn broeken laten zien waar eigenlijk bijna niks van weg is. En ik heb mijn paar pyjama's weggegooid, maar
dat is eigenlijk qua look niet echt heel erg veel veranderd. Nou ja, dit is de la met broeken en met rokjes en korte broekjes. Daar is niet zoveel aan veranderd. Heb ik ook niet zoveel van weggedaan. En dan hebben we hier de la met dans/sportkleding. Korte broekjes voor onder mijn rokjes en zo. En pyjama's. En daar heb ik wel wat van weggedaan, maar... ja, het is wel wat overzichtelijker nu, dus dat is wel chill. En hier is dan de vuilniszak met alles wat ik wegdoe. Dus dat is echt heel veel. Ik ga het niet op United Wardrobe zetten voor als jullie dat gaan vragen. Waarschijnlijk gaat het gewoon naar de kringloop of whatever. Aangezien ik me helemaal de pletter verveel nu ik klaar ben met opruimen, ga ik eventjes lekker het dorp in. En ik wil eigenlijk even naar de kringloopwinkel, want ik wil daar sowieso even tijdschriften scoren. Zodat ik weer wat dingen kan knippen voor in mijn bullet journal. En verder gewoon even kijken bij de kringloop, want dat vind ik altijd leuk. Dus ja, dat ga ik maar even doen. Oh my god, guys. Hoe leuk is dit gele blouseje? Hij hing hier bij de kringloop. Ik vind het ook echt super leuk bij dit broekje. Ja, yes, en hij kost 4 euro. Super chill. Ja, ik vind hem super leuk. Van de mannenafdeling heb ik dit grijze t-shirt gepakt. Hij is best wel heel erg lang, maar ja, als je hem in je broek stopt, dan zie je dat niet meer. Maar het leek me wel heel erg chill om deze mee te nemen, want dan heb ik gewoon een plain grijs shirt. En ik vind mannen shirts vaak net even wat leuker vallen of zo. En hij is 1,50, dus dat is heel chill. Dan vond ik bij de mannenafdeling ook nog dit shirt, met hier dit zakje. En ik vond het wel heel erg leuk, maar ik twijfel een beetje, want ik weet niet echt of dit mijn stijl is. Ik vind het wel echt een heel tof shirt. Maar het is niet, ja, ik weet niet, het past gewoon niet helemaal bij mij. Maar ik vind hem wel echt heel erg tof. Dan zag ik ook nog deze broek. Die is van ASOS. Maar het is een maat 30. Dus ik dacht al van, oh, dat gaat sowieso te klein zijn. Het valt me nog mee, moet ik zeggen. Want hij zit bij mijn benen gewoon eigenlijk best wel prima. Maar hij is hier vooral gewoon echt wel te groot. Maar ja, hij is wel leuk. Vooral, ik vind het vooral leuk dat hij wat hoog water is. Alleen, ik heb zeg maar al best wel veel broeken in deze kleur. En wat hier best wel op lijkt. En dan vind ik deze dus net niet leuk genoeg om mee te nemen. Weet je, ik ga het niet meenemen omdat het goedkoop is. Want ik heb gewoon al dit soort broeken. Maar zeker een leuke broek. Alleen gewoon niet de goede maat. Jammer. Oké, ik ben weer lekker thuis. En ik heb uiteindelijk dus alleen maar dat gele blouseje meegenomen. Ik heb dat grijze shirt toch maar laten hangen. Want ik dacht van... niets voor nodig. En het was een beetje jammer, want ze hadden dus bij mijn kringloop geen tijdschriften. Of ze hadden wel tijdschriften, maar het waren eigenlijk allemaal alleen maar stripboeken of tijdschriften waar ik niks aan heb. Dus dat is jammer. Maar nu heb ik net bij de Lidl een pakketje gehaald voor 4 euro met de Story, de Flair, de FIFA en de Grazia. Dus misschien dat ik daar nog wat uit kan knippen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En vandaag heb ik 2 verjaardagen. Allereerst van mijn achterneefje. Het is de zoon van mijn nicht. En dan vanmiddag ga ik naar de verjaardag van mijn broertje. Want die is 10 geworden vandaag. Holy shit, gewoon al 10, hè? Nou, ik vind het echt... het doet echt een beetje pijn aan mijn hart dat mijn kleine broertje gewoon groot aan het worden is. Ik weet niet, misschien klink ik nu echt super sentimenteel. Maar 10, dat vind ik gewoon al zo'n leeftijd. Weet je, dan gaat hij al echt zo richting een pubertje. En... ik vind het gewoon gek dat hij gewoon al echt best wel groot wordt. Hij zal hem aansteken dat zo leeg. Als je hem zo lang aansteekt, is hij kaas of is kaas aan. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Hoera! Blazen! Oh, bijna. Dat was een heb je even voor zo, ik ben weer lekker thuis. Het was echt een leuke dag vandaag. Goed familiedagje, dus dat is echt heel erg fijn. En nu ga ik lekker slapen. Ik ga morgen naar een danswedstrijd, naar Dutch Dance Competition in Zaandam. En daar ga ik gewoon rondlopen en ik ga de Instagram bijhouden van hun. Dus ja, dat is heel erg leuk. Goedemorgen, ik ben onderweg naar Zaandam, want daar is de Dutch Dance Competition. En ja, ik heb gisteren al verteld, maar ik ga vandaag de hele dag de Instagram bijhouden van hun. En dat is super leuk. En ja, ik weet niet of ik veel ga vloggen. Wie weet laat ik nog wel wat zien. Thank you.
thuis van de wedstrijd. En het was echt een super lange, wel super leuke dag. Maar ik ben nu echt kapot. Ik heb ook echt super hoofdpijn. En het is gewoon echt even tijd om in mijn bed te gaan liggen. Dus dat ga ik nu doen. Dus ik ga bij deze vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!